Het is vandaag 9-11. Je zou bijna zeggen dat het vandaag Wereldterroristendag is, maar DICE dacht nee, schijt. Wij gooien er vandaag een nieuwe DLC uit. Je kijkt naar Armored Kill, natuurlijk. Okay. Hallo, welkom. Ik ben Nature van Tools Gaming. Ik kijk naar Armored Kill, de nieuwe DLC van Battlefield 3. Armored Kill, dat is gekomen met 4 maps. Bandahar Desert, Death Valley, Armored Shield en Arbor's Mountain, als ik het goed uitspreek. Dat is de map waar je nu naar kijkt. Ik zal eventjes wat zeggen over de gameplay. Dit is namelijk een rush gameplay. Ik was aan het verdedigen. Ik gebruik in het begin de KH-2002, geloof ik. Met de hollow sight grip. En de heavy barrel. En ietsjes later gebruik ik de SCAR-L. Komt uit de Close Quarters DLC. Met de Amerikaanse versie van de hollow sight. Een grip en een heavy barrel. Allemaal long range dingen. Voor degene die niet weten wat voor Armored Kill, waar Armored Kill helemaal om draait. Armored Kill draait om grote maps, vehicle warfare, complete battlefield. Dus daarom heb ik allemaal van die long range wapens gekozen. En toen ik de trailer van deze DLC zag, dacht ik echt, oh mijn god, een freaking sneeuwmap. Yes! Ik vond die sneeuwmaps in Bad Company 2 zo leuk. Ik heb die echt volgens mij 2 keer zoveel gespeeld als alle andere maps bij elkaar. Ik vond ze zo freaking episch. Dus daarom heb ik ook besloten om hier meteen die sneeuwmap in te springen. Dit is mijn allereerste potje. Ik heb wel wat meer gespeeld dan dat. Maar ik dacht, ik gooi gewoon meteen mijn allereerste potje van Armored Kill erin. Je zult er ook wat jet gameplay en tank gameplay in vinden. Tank hou ik niet zo heel erg van. Jet hou ik wel van, maar daar ben ik heel slecht in. Op een gegeven moment zie je hem in die jet op iets afvliegen. En dat is een enorm vliegtuig. De AC-130, die heet hier de gunship. En dat ding, als die in de lucht hangt, die krijgen de aanvallers een rush. Dan wil je hem echt uithalen, want hij is zo vervelend. Ik ben er zo vaak door neergeknald. Maar dat even terzijde. Want dit is eigenlijk een soort van eerste impressie video. En als ik dit in één woord zou moeten samenvatten, deze DLC. Nou, het is dan echt wel gewoon Battlefield. Het is echt Battlefield op zijn best, jongens. Ik hoorde dat die op console heel slecht is, deze DLC. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat hij maar 24 spelers kan hebben op console. En dat is 12 tegen 12 op dit soort huge mobs. Dan kan je tegen zo'n gunship niks beginnen. Vooral omdat de mensen in tanks er al helemaal niks tegen kunnen doen. Dus stel je voor dat er 4 mensen in een tank zitten. Dan heb je ongeveer nog 8 mensen over, waarvan er 4 waarschijnlijk geen engineer zijn. En er dus nog 4 overblijven om die gunship eruit te halen. Dat is veel te weinig. En dan heb je ook sowieso nog veel te weinig over om te verdedigen. Op console, vooral PlayStation 3, hoorde ik dat die faalde. En ik ga er eigenlijk vanuit dat PlayStation 3 en Xbox 360 een beetje hetzelfde zijn. Wat betreft deze DLC. Ga me niet daarop quoten, alsjeblieft. Want anders krijg ik weer ruzies in de comments hier. Maar op PC 64 spelers. Halleluja. Dit is heilig. Het is echt, echt heilig, jongens. Ik kan jullie echt niet vertellen hoe goed deze DLC is. Ik zit natuurlijk nu wel een beetje in de fase waarbij ik echt nog maar een soort van adrenaline rush ervan krijg. Dat is echt nog maar de eerste. Ik heb er nog niet eens 2 uur in zitten of zo. En ik vind hem al steeds episch dus. Dus uiteindelijk zal ik er misschien met een wat genuanceerdere mening komen. Maar mijn eerste impressie is toch echt wel dat dit een freaking epische dinges is. De allergrootste Battlefield map ooit zit erin. Ik vind het wel een beetje jammer dat ze er geen extra wapens bij hebben gestopt. Maar het is wel zo dat je long range wapens hebt gekregen bij de Close Quarters DLC. Hij is vandaag gelanceerd op PC. En voor premium members, wel te verstaan. Over 2 weken geloof ik lanceert hij voor non-premium members. Zit je te twijfelen of je hem wou kopen of niet, dan zou ik hem zeker een aanradertje noemen. Als je hem op PC speelt. Speel je hem op consoles? Dan wil je misschien eventjes laten liggen. Wat heb ik nog meer te zeggen? Ik hou van die sneeuwmaps. Deze sneeuwmap, ik zal eventjes uitleggen hoe die werkt. Je begint zeg maar in het dal beneden. In Rush dan. En dan is het nog overal groen en ligt er heel weinig sneeuw. En dan ga je langzaam de berg op als de aanvallers advancen. En
ben je bovenaan de berg, dan zit je in zo'n één sneeuwig gebied. Ik heb het begin van het potje niet gefilmd, omdat ik toen dacht, ik ga er nog even lekker in spelen. Maar toen kwam ik bovenop die berg en toen schrok ik me kapot. Holy shit, deze map is cool! En toen dacht ik F6 indrukken en gewoon lekker spelen. Dit is mijn eerste indruk, dus niet heel erg genuanceerd, want ik vind Battlefield gewoon echt een heel leuk spel om te spelen. Ik weet niet zeker of ik later nog met een andere meer genuanceerdere mening kom, want ik ga de NZG Battlefield 3 Ultimate Kit Guide doen. Dus er gaat heel erg veel productietijd achter die 4 afleveringen maar zitten. Maar ik vind het gaat wel heel erg leuk vinden om te maken voor degene die niet weet wat het is. Ik ga gewoon eigenlijk de beste setup binnen een bepaalde kit bespreken die je in Battlefield 3 kan gebruiken onder verschillende omstandigheden. Nog één dingetje, bij deze patch van Armored Kill zat er dus ook een patch waarbij allemaal wapens getweakt werden. Ik weet niet nog helemaal zeker of ik het daarmee eens ben met de tweaks die ze hebben geplaatst. Meer informatie daarover krijg je misschien. Ik weet niet zeker of ik nog een hele exclusieve aflevering daarover ga doen. Maar nog één keer voor wat je allemaal in deze DLC krijgt. Je krijgt onder andere de 4 maps. Je krijgt allemaal nieuwe vehicles. Geen wapens. Je krijgt wel nieuwe camo's en zo voor je soldier en voor je wapens. En nieuwe camo komt er ook aan voor premium members. Dus het wordt één groot feest. Mocht je nog niet weten, mijn naam is Nature van de Tools Gaming. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Battlefield 3. En wat vinden jullie van die nieuwe epische intro die ik speciaal ga gebruiken voor Battlefield 3? Ik hoor het graag van jullie in de comments. En wat vinden jullie van Armored Kill, mochten jullie hem al gespeeld hebben? Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!